pretpark is toch echt het leukste wat er is? Ja, met achtbanen, snacks en mijn lievelings, de krachtmeter. Kijk, dat was pas een echte krachtmeter. Meneer Snuggle McGee! Oh, we moeten die gorilla winnen, ook al kost het de hele dag. Maar ik wil graag in de achtbanen. En ik de botsauto's. Daarom zijn we hier. Niet voor zo'n stoffig, saai knuffelbeest. Stoffig en saai knuffelbeest? Hoe durf je dat te zeggen over meneer Snuggle McGee? Mijn allerbeste vriend. Weet je, hij was een cadeautje van oma. Meneer Snuggle McGee en ik deden alles samen. We hielden theekransjes. Epische staarwedstrijden. Hij won altijd. Oh, jammer! En we waren echt supergoed in de halfpipe. We waren onafscheidelijk. En toen gebeurde er iets onvoorstelbaars. Meneer Snuggle McGee! Tijd om mijn beste vriend terug te halen. Hoi, hoeveel wilt u hebben voor meneer Snuggle McGee? Meneer Snuggle McGee? Ha, zijn naam is Chester. Hij is de mascotte van het pretpark en hij is niet te koop. Maar het is wel een knuffelkont. Oh, niet die aap. Die gorilla. Oh, hij. Die is ook niet te koop. Je moet 3 tokens winnen. Je kunt een token winnen met verschillende spellen. Ringwerpen, de tinnen blikken en het ballonnenspel. Als je die 3 wint, is de gorilla van jou. En anders krijg je deze. Dan moeten we zorgen dat we ze alle 3 winnen. Kom op! Ik kan voor de ringen gaan. Dat gaat over geometrie. Mijn specialiteit. Laila, ik doe de blikken wel. Mijn werparm is in perfecte conditie dankzij Kapau. Te gek. Dan ga ik voor het ballonnenspel. Eerst moet ik de juiste hoek bepalen. Dan rekening houden met de windeffecten en zwaartekracht. En voilà! De perfecte worp. Wat? Hebben ze de 3 natuurwetten van Newton veranderd zonder mij te vertellen? Wetenschappers, stelletje oplichters. Succes! Bedankt, maar dat heb ik niet nodig. Ik heb superkracht. Ja! Dat is een bal! Hier draait het allemaal om, mensen. En daar is de pitch! Spel met de beste pijlen, alsjeblieft. Deze is voor meneer Snuggle McGee. Wat? Dat is onmogelijk! Dat gebeurt altijd, maar regels zijn regels. Je moet alle ballonnen laten ploppen om te winnen. Sorry, meid. Dat spel deugt niet! Mijn spellen deugen niet. Ho, geen sprake van. Maar we konden er geen één winnen, dus ze zijn gesaboteerd. Als pretparkmanager neem ik de regels heel serieus. Toen ik hier ben komen werken, heb ik op de gouden veilinghamer gezworen dat ik nooit zou vals spelen. En als de kermisraad voor pretparken ons daarvan zou verdenken, dan moeten we gaan sluiten. Dus, in plaats van het rondslingeren van valse beschuldigingen, zou ik het gewoon blijven proberen. Hier zit een luchtje aan, hoor. Bedoel je mijn haring-augurken-smoothie? Ugh. Ja, Laila. Maar ik weet zeker dat er met die spellen gesjoemeld is. Laten we op onderzoek gaan. Wow! Het lijkt erop dat er een slijmerige substantie op de flessen zit. Even zien. Zoiets heb ik nog nooit eerder gezien. Voorzichtig, niet aanraken. Bananenpudding. Wat? Je zei niet aanraken, niet opeten. We gaan deze foto's naar de kermisraad voor pretparken sturen. Wel het bewijs bewaren? Dat is superlekker. Met mijn kapauw moves krijg ik die dingen wel op. Houdt ze overeind. En dat iets is bamboe? En dat is bewijsmateriaal.
Deze ballonnen gaan niet stuk. Dat is heel gek. Kokosnoten. Kokosgeur bodyspray herken ik uit duizenden. Yep, 100% kokosnoot. Er is gesjoemeld met de spellen en daar hebben we bewijs voor. Als deze zaak aan het licht komt, dan is meneer Snuggle McGee weer van mij. Go big! Op naar de kermisraad van pretparken. Hey! Chester heeft je telefoon. We moeten hem terughalen. Kom mee! Oh ja. Tiny Power! Kokosnoten, amateuristisch prutswerk. Jij hebt die spellen gesaboteerd. Oh nee, mijn foto's zijn weg. Hij heeft ze vast verwijderd. Haha, gelukkig waren de foto's al lekker geüpload naar de cloud. Ha, nu ben je niet zo stoer meer, hè, Chester. Wat is de cloud? Ik begrijp alleen niet waarom een aap zoiets zou willen doen. Verstaan? Absoluut niet. Maar ik ken die blik. Meneer Snuggle McGee is zijn beste vriend. En omdat hij niet wil dat iemand hem vindt, heeft hij de spellen gesaboteerd. Ik heb een plan om te helpen, maar dan moet je van de spellen afblijven. Deal? Meneer Snuggle McGee, alsjeblieft. Wie? Ik bedoel die gorilla. Ho, grote gouden mokerhamers. Je hebt ook echt gewonnen. Ho, ho, dat ik dat ooit nog eens zou mogen meemaken. Oh, ik heb je gemist. Maar volgens mij hoor je hier thuis. Bij je nieuwe beste vriend. Hey, je kunt die prijs niet aan mijn aap geven. Nou... Eigenlijk staat er op pagina 638 uit het Grote Kermisraadwetboek: als een prijswinnaar besluit om zijn prijs aan het dier van het pretparkmedewerker te schenken, dan mag het dier volledig over de prijs beschikken en mag de medewerker de prijs nooit en ten nimmer het dier afnemen.
En hij moet het dier elke dag een voetmassage geven. Ha, die regel heb ik waarschijnlijk over het hoofd gezien. Nou, ik ben een eerlijke pretparkmanager. Hij is voor jou, Chester. Wat een kracht. Heb jij wel eens gedacht aan een lesje kapauw? Die telt. Je knipperde. Yes! Ik heb eindelijk gewonnen. Er gaat toch niets boven de frisse buitenlucht, hè, meiden? Meiden? Hier beneden, oma. Polly? De vrije natuur is, nou ja, vrij. Maar deze massagestoelen zijn... super ontspannend. Als een soort van ultra-ontspannende raketlancering. En je kunt ze met je telefoon bedienen. We zijn niet op het hippe meidenweekend voor glamping in de bossen. Dit is het meidenweekend kamperen in de bossen. Tijd om een frisse neus in de bergen te halen. Dat doen we toch al? Mijn geurtjesdispenser verspreidt een bomengeur. Hij heeft ook een hotdog met mosterdgeur. Die ook werkelijk ruikt naar een echte hotdog met mosterdsaus. Maar wat dacht je van de geur van een echte hotdog? Dit is toch niet hoe kamperen hoort te gaan? Wat is echt kamperen dan, oma? Volgens de kampeerkameraden mag een kampeerder zich pas een kampeerder noemen als hij zelfstandig een vuurtje kan maken. Heeft jouw camper een instelling waarmee je op die manier een vuurtje kan maken? Nee, maar als ik deze camper kan bouwen, dan kan ik ook een vuurtje maken. Kom op, Shani. Oké. Go big! Mag ik die even zien? Simpel. Anders gaat u even relaxen in de camper en dan gaan Shani en ik een vuurtje maken. Relaxen? Tijdens kamperen? Nou, ik... die hotdog met bacon en mosterdgeur is inderdaad onweerstaanbaar. Oké, maak mij ook maar klein, Polly. Oma Tiny Power. Oh, yummy. Ik zet hem lekker in de turbostand. Het is toch bijna onmogelijk om een vuurtje te maken met alleen maar twijgjes? Mogen we niet gewoon mijn gasbrandertje gebruiken? Nope. Als men op een veilige manier een vuur wil maken, is de oplossing altijd in de natuur te vinden. Ugh, deze takjes doen het gewoon niet. Laten we betere gaan zoeken. Karel, waar is het gemarineerde vlees voor vanavond gebleven? Waar is mijn bloemkool nou gebleven? Mijn hotdogbroodjes zijn verdwenen. Mijn zelfgemaakte mosterd is allemaal weg. Verdwenen! Wauw, de mensen die hier op de camping staan letten niet echt goed op hun eten. Oma Pocket is tenminste overal op voorbereid. Ze heeft meer dan voldoende eten meegebracht. Wauw, die massagestoel is echt heel erg goed. Volgens mij word ik door een beer meegenomen. Oké, oma. Wij gaan een heel groot vuur maken. Oma? Een beer! Beer? Wacht! Dat is mijn oma! Waar is hij nou? Dat weet ik niet. Maar waar hij ook is, hij heeft mijn camper. En mijn oma. Oh, ik zoek hem met mijn campertrekker. Die zit in mijn rugzak. In de camper. Oh. Misschien staat er iets over geschreven in het kampeerboek van oma. Goed idee van je, Shani. Oh, hier staat dat we het spoor van de beer moeten zoeken. Oh, daar! Huh? Dat zijn geen berensporen. Dat is een Bigfoot! Wauw. Normaal gesproken vinden mensen het heel spannend om mij te zien. Ben ik mijn schwung verloren? Is de wereld te groot voor Bigfoot? Sorry dat ik uw zelfreflectie moet onderbreken, meneer Foot. Maar heeft u toevallig een beer gezien met een kleine camper? Oh ja, die gast. Die ging die kant op. Dankjewel, meneer Foot.
En trouwens, ik heb altijd in u geloofd. En kijk eens aan, ik doe lekker weer mee. Oh nee, hoe moeten we oversteken? Gebruik een drijvend object zoals een kano, een roeiboot of een ponton. En waar moeten we die dingen vandaan halen? Die zijn overal als je klein genoeg bent. Tiny Power! Hier staat, klim in een boom om het landschap te bestuderen. Hallo, edelachtbare mevrouw Esthorn. Een hele hoge boom. Je kunt dit, Shani. Oké. Voor oma. Hashtag team oma. Go big! Geef je hand. De beer! Als we terug naar beneden gaan, dan zien we hem niet meer. Dan gaan we vliegen. Tiny Power! Ik ben dol op de vrije natuur! Hij gaat naar die grot toe! Volg mij maar! Dan moeten we ons verstoppen tot we een plan hebben bedacht. Alles over de beer. Om een beer weg te jagen, moet je jezelf groot en sterk maken. Niet wegrennen, hoe bang je ook bent. Ik ben niet bang voor beren. Raar! Wat dacht je van... Raar! Volgens mij werkt het beter als je, nou ja, groot bent. Oh, tuurlijk. Go big! Ik loop gewoon recht op die beer af. Die echte, hele echte beer. En dan jaag ik hem gewoon hier weg. Yep, dat is wat ik moet gaan doen. Ah, ik ben een groot, gevaarlijk monster! En ik ga nu... wat enge monsters doen! Wat doen enge monsters eigenlijk? Ze intimideren beren. Dat klopt! We moeten er vandoor. Waar bleef je nou zo lang? Je wilt toch niet vertellen dat jullie waren afgeleid door Bigfoot? Wacht, kent u meneer Foot? Een beertje. Tiny Power! Verstop je! Polly, wegwezen voordat hij ons doorheeft. Maar... Wacht, hij is gewond. Volgens mij zit er een splinter van de kajak tussen zijn tanden. Dat doet vast pijn. Staat er ook iets over tandproblemen bij beren in dat boek, oma? Oh, ik zou willen dat het erin stond. Arme beer. We moeten hem helpen. Ik heb een plan. Tiny Power! Gemarineerde vlees gegeten. Het komt goed, berenvriendje. Ik hoop dat Polly in orde is. Go big! Fijn dat je er bent, Polly, maar... Ik weet dat er in de vrije natuur geen douches zijn, maar je kan er wel één gebruiken. Oh, er is er één in de camper.
wasser. De camper zal ik wel niet meer kunnen gebruiken. Geef je onze camper weer terug? Volgens mij is dat zijn manier om je te bedanken, Polly. Wow, staat er in dit boek hoe je met beren kunt praten? Nou, sommige dingen in de natuur moet je aanvoelen. Graag gedaan, beer. Geen dank. Natuurlijk was die bacon hotdog met mosterdgeur hartstikke lekker. Maar er gaat niets boven het echte werk. Dit vind ik nou zo heerlijk aan kamperen. De frisse lucht, de hemel boven je. Polly! Oh, dat was ik niet! Volgens mij heeft onze berenvriend genoeg gegeten. Zeg dat wel. Ik kan zijn boer vanaf hier bijna ruiken. Of ik heb een plekje gemist. Gezien de dag en het tijdstip van deze bezorging is het zeer waarschijnlijk dat dat pakketje van mij is. Go Big! Van harte gefeliciteerd! Oh, dankjewel! Kom mee! We nemen je mee naar de Zoete Toeten Snoepjesfabriek voor de wetenschap achter het snoeprondleiding. Oh, ik ben gek op de wetenschap en de snoepjes. Gaan we echt naar de fabriek die het allerlekkerste snoepje aller tijden heeft geproduceerd? Gummy Worm! Weet je nog de eerste keer dat we die kregen? Ga jezelf maar voorstellen, Sharni. Neem maar een koningwormpje mee voor die meisjes. Hi, ik ben Sharni. Willen jullie een snoepje? Ik ben Polly en dit is Laila. Wil je ons nieuwe vriendinnetje zijn? Hallo, ik ben er ook bij hoor. Ik heb heel veel zin in de wetenschap achter het snoeprondleiding. Maar ik zou willen dat ik nog een keer een koningwormpje kon proeven. Koningworm klinkt koninklijk goor. Waarom heb ik daar nooit van gehoord? Meen je dat nou? Ken je de commercial dan niet meer? Op een troon van pretzels, karamel en chocola heerst de koninklijk lekkere gummiworm. Koningworm. Onzuiver en er gaat geen belletje rinkelen. Nou, ze maken die snoepjes ook al lang niet meer. Minder babbelen over snoepjes, laten we knabbelen aan snoepjes. Een populair snoepje dat er opeens niet meer is. Aha, ik wist het. Het koningwormsnoepje vormt de kern van de Littleton snoepcomplottheorie. Er wordt gezegd dat de koningworm zo lekker was dat het verboden moest worden. Anderen zeggen dat alle koningwormpjes zijn gestolen door een geheime organisatie. En er zijn mensen die geloven dat de koningworm het primaire voedsel is voor een alien hagedissenras. Oeh, daar heb je onze gids. Wat? Er zijn toch geen gidsen bij complottheorieën? Ik... Oh. Hallo, wat weet u van de koningwormtheorie? Welke koningwormtheorie? Dat is precies wat iemand die een complottheorie wil verbergen zou zeggen. Ik weet dat ze al een tijdje niet verkocht zijn, maar is het misschien mogelijk om een koningwormsnoepje te krijgen tijdens de tour? Een heel kleintje? Nee, die zijn er niet meer. Oh, echt niet? Hebben die alien hagedissen ze allemaal opgegeten? Welkom. We gaan beginnen met het wetenschappelijke proces van snoepproductie. Oeh, yes! Ik ben jarig en ik ben helemaal weg van de wetenschap. Oh, dus jij bent jarig vandaag. Deze is voor de jarige Job. Dit is waar alle magische dingen gebeuren. Dit is cool, zeg. Onze high-tech fabriekshal is volledig geautomatiseerd. Er komen geen mensen aan te pas. We willen het snoep op een bacterievrije manier produceren. Mocht er toch iemand de hal betreden, dan zal de robotbeveiliging worden ingeschakeld. Loop maar achter mij aan naar de collegezaal. Ik wist niet dat we een college zouden krijgen. Beste verjaardag ever! Het geheim van het ideale snoepje ligt in de wetenschap. Yes! Woehoe! Leven de wetenschap! Als eerste gaan we kijken naar het smeltpunt van chocolade. Doorgaans smelt chocolade bij een... Toen we die fabriekshal daarnet voorbij liepen, wat zag je toen? De kans op plezier die wegglipte.
Nee, een pretzeltwister, karamel, chocolade. Alles voor onze eigen koningworm. We gaan daar naar binnen glippen om voor Shani's verjaardag ons lievelingssnoepje te maken. En het onomstotelijke bewijs voor mijn complottheorie. Laten we dat doen. Dit is toch fantastisch? Zeker weten. Maar ik moet heel even, heel nodig naar de wc. Ja, ik ook. En ik, moet ook even. Klinkt goed. Tot zo. Overal in de fabriek hangen automatische sensoren en er is robotbeveiliging. Dus we moeten klein blijven. Eerst hebben we die gedraaide pretzels nodig voor de troon. Op die lopende band beneden zie ik een knappere gezouten lekkernij. Kom mee! Nu zitten we pas echt gebakken. Eeuw, deze pretzels zijn nog niet gebakken. En nog niet gedraaid. Maar dat worden ze wel. En wij dus ook. Sorry. Onze enige uitweg is er doorheen. Kapauw! Verwijderen. Ik ben dol op knettersnoepjes. Oké. Kan iemand me vertellen wat de werking van knettersnoepjes is? Koolstofdioxide. Er zit CO2 in die snoepjes. Ja, hartstikke goed, jarige Joop. Ik ben te jong om gebakken te worden. Laila, Polly, Nick. Klimmen! Snel! Je hebt ons gered! Ik krijg opeens een heel vreemd gevoel in mijn buik van Nick. Dankbaarheid? Nee, wacht. Het was alleen maar een kleine oprisping. Deze zijn goed voor de koningwormentroon. Nu moeten we het volgende ingrediënt zoeken. Karamel! Daar beneden! Kom mee! Woehoe! Zullen we voor de rococo-stijl gaan? Of voor modern minimalisme? Functie dicteert de vorm, Laila. Ik doe het zitvlak, jullie doen de leuningen. Daar komt hij aan. We hebben het gehaald. En nu naar stap 3. Chocolade. Oh, het lijkt net op haar bijt. Nick, natuurlijk! Je bent een genie! Wat? Holly! Oh, nee! Eindelijk veilig! Hoe komen we nu bij de chocola? Haast wat! We maken een lang snoeptouw en dan dippen we de troon daar. Voorzichtig! Als je in een vat met kokende chocola valt, wordt het een plakkerige bende. En een vinkje bij chocoladecoating. Kom, we trekken hem weer omhoog. Help! Laila, zie jij wat ik ook zie? Koningwormen! Denk je dat we het gaan halen? Nick, hou je vast. Je gaat een ritje maken. Wormen? Ik wist dat ik gelijk had. Fantastisch. Wauw. Bij dit experiment doe je alleen een paar wormen met wat bakpoeder in wat azijn. Uitstekend. Wees gegroet, koningworm. Nu hoeven we dit lekkertje hier alleen nog maar naar jarige Job Shani te brengen. Als de snoepjes daar naar buiten gaan, dan kunnen wij daar ook naar buiten. Kwaliteitscontrole scan geïnitieerd. Menselijke aanwezigheid gedetecteerd. Jullie zullen niet passeren. Ze willen hun geheim.
me bewaren. Complottheorie bevestigd. Moet ongewenste snoepobjecten vernietigen. Nick, gebruik je lichaam om de lasers af te weren. Nee. Holly, laat die drone schiet op. Tiny power. Go big. Holly. Het is toch niet te geloven. Nu zijn we alsnog onze koningworm kwijt. Geen tijd om ons daarover zorgen te maken. We moeten snel terug naar Shani voor ze doorheeft dat we weg zijn. Go big! Jullie krijgen een gratis exemplaar van ons allernieuwste snoepje. Oh, lekker! De gooey gummy kabloei. Bedankt, man. Shani! Gaaf toch hoe we die wormen lieten dansen? En dat experiment met die krentensnoep? Een enorme... Shani, wij waren... Yep! Wat een fantastische rondleiding! Ik vind het alleen jammer dat het ons niet gelukt is om een koningworm voor je te vinden, zoals vroeger. Dat geeft toch niet, Polly? Het ging me eigenlijk niet om het snoep. Het gaat me allemaal om de herinnering. En nu hebben we deze. De Gooey Gummy Kablooey? Een nieuw snoepje om herinneringen mee te maken. En nieuwe vrienden. En een nieuw levensjaar voor de zoetste jarige Job van de wereld. Het is geen koningworm, maar hij is lekker. Op een heel andere manier. Een lekker snoepje om de beste vrienden en de beste verjaardag mee te vieren die iemand kan hebben. Die was lekker. Misschien moet ik ook maar gewoon van het snoep genieten in plaats van me zorgen. Alien hagedissen mens. Complottheorie bevestigd. Koningworm. De grote vraag is, beginnen we met de releasedatum en beginnen we met Y-Girls, opkomst van de maanschaduw? Of juist chronologisch met een film die eigenlijk als eerste plaats heeft gevonden en dus met een nieuwe dag en een nieuwe kosmisch jaar? Maakt me niet uit waar we mee beginnen, want we kijken ze allemaal. Slaapfeestjes zonder slaap zijn echt het beste. Het hele nacht door snackjesbuffet is geopend. Oh, snackjesbuffet. Kun je twee woorden verzinnen die beter klinken dan snackjesbuffet? Opheffingsuitverkoop? Wetenschappelijke ontdekking? Het was een retorische vraag, meiden. Wauw, dat ziet er gezellig uit. Ruik ik daar nou popcorn? Hey mam, hey pap, hey Peaches. Peaches, dat was je cue. Nou, Peaches moet een nachtje bij de dierenarts blijven. Wat? Maar ze had toch alleen maar wat buikpijn? Het komt allemaal goed. Peaches is in orde, ze moet alleen rusten. Maar hoe moet ze rusten zonder Edward Konijnenman de Vierde? Ze heeft nog nooit zonder hem geslapen. Kijk maar. Het komt wel goed met Peaches. Bij de dierenarts kan iedereen goed overweg met honden. Maar niemand kent Peaches zo goed als ik, hoor. Ze heeft haar konijntje nodig. We gaan hem wel brengen, toch meiden? Zeker weten. Dan hebben we ook meer tijd om na te denken over de volgorde van onze Y-Girls filmavond. En op de terugweg kunnen we nog meer snoepjes halen. Ik bedoel, spinazie. Vooruit dan. Maar je moet wel opschieten, want ze gaan zo sluiten. Huh? Zijn ze nu al gesloten? Oh, volgens mij zijn we net 3 minuten en 27 seconden te laat. Oh, wacht even. Volgens mij zie ik daar iemand. Hallo? Neem me niet kwalijk! Konijnenlevering! Dit is niet het moment om aan je groove te werken. We moeten een andere ingang vinden. Zoals deze brievenbus? Goed idee van je, Shani. Tiny! Wacht! Moeten we dit eerst verstoppen? Nee! Tiny power! Dat ik nooit een brievenbus in mijn huis neem. Hoezo? Bang dat er wordt ingebroken door kleine mensen met medaillons? Kleine mensen, kleine aliens, extra grote schimmelmonsters. Brievenbussen zijn echt heel inbraakgevoelig. Liefje, ik vind jou een leuke meid. Ik beloof je plechtig dat ik niet bijt. Dat is een hele bijzondere songtekst. Peaches! Ik denk dat de dieren allemaal daarachter zitten. Wacht! Mijn gevoel zegt dat hier camera's hangen. Daar! En daar! En daar hangt er ook nog één. We kunnen beter in pocketformaat blijven en uit het zicht blijven. Verstandig. Daar is Peaches. Kom mee. Oké, go, 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 go. Snel!
is Gwendolyn de Malamute Puppy. Ze houdt ervan om haar staart te pakken en koekjes te eten. Ik kan het vast prima vinden met Gwendolyn. Peaches! Mijn poppige, poppige puppy Peaches pompoenensnoet! Go Big Edward! Echt waar? Nu ga je ineens heel specifiek lopen doen? Go Big Edward Konijnenman de Vierde! Staart omhoog, ontspannen oren, relaxe kaak. Dat is een hele gelukkige hond. Mogen de toekomstige versies van ons iemand vinden die net zo naar ons kijkt als Peaches naar haar afgekloven knuffel? Let maar eens op. Dit is mijn geheime trucje om haar in slaap te krijgen. Denk je dat het ook bij mensen werkt? Die move zou mij de ultieme kapouwmeester maken. Ja, nee. Dat is gewoon raar. Alhoewel, ik heb wel jeuk op mijn rug. Wil je krabben? Klinkt als een... moeraskikker uit Littleton! Peaches kan niet slapen met al die herrie! Oh, arm klein kikkertje. Volgens mij heeft hij er meer last van dan wij. Oké, geen probleem. Wij kunnen dit. We moeten zijn hikjes gewoon genezen. Oeh, de snelste manier om van de hik af te komen is door je hartslag te verhogen en je adem te versnellen. 1, 2, 3, 4. Kom op, kikker. Wie moet jij? Doe maar lekker mee. Laila, ik wil niet vervelend doen of zo, maar die andere dieren worden allemaal wakker van jouw gezellige sportles. En volgens mij denkt deze kikker hetzelfde over gymlessen als ik. Oké, dan doe ik het cardio-gedeelte wel later. Ze zeggen dat de hik weggaat als je bang bent. Dus, wat is je grootste en diepste angst? Misschien spinnen? Of dezelfde outfit aan hebben als iemand anders? Of dat ze erachter komen dat je je intelligentie gebruikt om je sociale ongemak te maskeren? Hoe kun je van de hik afkomen? Probeer iets heel zuurs te eten. Ik heb zure ballen meegenomen van het snackbuffet. Maar hoe krijgen we hem zo ver dat hij dat eet? Bzz, bzz, bzz. Eeuw, kijk, Shawnee. Een vlieg. Het is gelukt. Zijn hik is verdwenen. Blije kikker, blije Peaches. Nu kunnen we hier weg voor we betrapt worden. Nu Peaches weer slaapt, kunnen wij aan onze filmmarathon beginnen. Die arme Peaches doet geen oog dicht met al die luide dieren om zich heen. Polly wil een koekje. Nee, dankjewel. Polly wil een koekje. Ik zei nee, dankjewel. Eindelijk. Helemaal klaar. Polly wil een koekje. Misschien moet je toch maar een koekje nemen, Polly. Als die papegaai blijft schreeuwen, dan komt die dierenarts hier zo naartoe. We moeten zijn kooi afdekken. Dan gaat hij gewoon weer slapen. Oh, een spinnenpoes. We kunnen die deken pakken. Tiny Power. Brave meid, het is oké. Vind jij niet schattig? Ik weet niet of ik haar schattig zou noemen. Laila, geef me je blazer. Zeker niet. Dit is mijn lievelingsblazer. Oké, geen probleem. Kijk eens aan. Doe het, Polly. Go Big Blazer. Ik weet het. Hij staat haar inderdaad beter. Aww.
schildpad slaapt heel zacht. Oh, eindelijk. Ze slapen allemaal. Nu kunnen we naar huis. Zullen we via dat raam gaan? Ik hoop dat Piers niet ons hele snackbuffet op heeft gegeten. Ik kan wel 3 snackbuffetten op na het werk dat we vanavond hebben gedaan. Gelukkig heb ik een heleboel zure ballen meegenomen. Ik was de hele tijd zo bang dat we betrapt zouden worden, dat ik daar niet eens aan kon denken. Maar nu... Gevreesd, harige vriendjes, ik ben al onderweg! Het is oké, meneertje, slaap maar veel. Zo, lekker slapen, knabbelaar. Wel te rusten, Rapunzel. Hé, hey, hoe kom jij nou aan dat jasje? Is dit jouw konijntje, Peaches? Leuk je te ontmoeten, Edward Konijnenman. Wat Peaches fijn vindt. Hij weet dat van alle dieren. Pap en mam hadden dus gelijk. Peaches is hier inderdaad in goede handen. Nu het slaapfeestje zonder slaap? Ja, ik ben altijd in voor een asteroïdenfilmmarathon met de Y-girls. Ik zit vol met adrenaline en ben klaar voor de film. Ik denk dat ik nooit meer ga slapen. Was eens, heel lang geleden, een koninkrijk dat geregeerd werd door prinses Ananassia. Dat ben ik. Ze is eerlijk, rechtvaardig, dapper en al die andere goede dingen. Al haar onderdanen waren gek op haar, inclusief haar beste vriendinnen, Ananas Tovenaar en Ananas Ridder. Maar haar supergave koninkrijk was in gevaar door een enorme reus. En zijn roze draak. Ze waren gedwongen om het koninkrijk te ontvluchten. Oh, wat moeten we nu toch doen? Ze komt wel op een idee. Wij gaan ons thuis terugveroveren. Want ik ben prinses Ananassia. En net als de nobele ananas ben ik... Hard aan de buitenkant, zoet aan de binnenkant en scherp van boven. Ja, dat. Dus de prinses en haar vriendinnen moesten hun kasteel terugwinnen om de prins te redden. Dat is die bange jongen daar. Wacht even. Was de prins ontvoerd? Sst, dit is het leukste deel. Ananas prinsessenpower! Ananas toverkracht! Ananas kracht! Mag ik ook vette wapens? Nee. Maak je geen zorgen, lieve prins. Wij zijn onderweg om jou te komen redden. Meen je dat nou? Dit verhaal is echt volkomen onrealistisch. Technisch gezien hoeft het ook niet realistisch te zijn. Daarom heet het ook een fantasieverhaal. Je zou het leuker vinden als je het ook echt gelezen had. Niet stom bedoeld, maar de samenvatting van Polly is niet zo goed als het boek. Laila heeft gelijk. Niets kan dit boek ooit evenaren. Hey, jij knijpt maar iemand die groter is dan jij bent. Zoals die mensen daar verderop. Dat super deluxe resort is een beetje overdreven. Zo blijft er nog maar een piepklein stukje strand over. Meer hebben we niet nodig.
Wat moeten we met al dat extra zand? Nou, gaan jullie maar lekker prinsesje spelen. Ik ga even genieten van echte literatuur. Wie zei dat het slim was om een zakje ketchup als kussen te gebruiken? Stoer. Zoet. En scherp. Pff, wat belachelijk. Dat bestaat toch helemaal niet? Als het zo belachelijk is, waarom is het dan het best verkopende boek van de zomer? Best verkopende boek? Nou, kinders, ik ga met de vissen kletsen. Ik spet er zo weer terug. Oh nee, pas op als je het maar laat. Nick, je vindt het niet leuk omdat je nog niet bij het beste stuk bent. Kijk, nu ze weten dat elke draak zijn zwakke plek heeft... Ze zijn gek op kriebelen op hun buik. Ja! Dat gebruiken ze om voorbij de draak te komen. Maar ze moeten de prins nog steeds uit de toren redden. De ridder, die zonder twijfel het sterkste meisje van het hele land is, kijk zelf maar, moest de hele toren beklimmen om bij de prins te komen. Terwijl ze naar boven klom, schreeuwde hij... Help! Hoe weet je dat hij dat riep? Help! Help me! Help! Nick! De hond heeft hem! Go Big! En waar dachten jullie drie heen te gaan? Hoi, wij zijn op zoek naar onze vriend. Hij moet hier zijn. Geloof me, jullie hebben geen vrienden hier. Willen jullie alsjeblieft achter de touwen gaan staan? Als u ons heel even nee, zou... Nee, geen uitzonderingen. Pak je kleine spulletjes en ga terug naar het openbare strand. Kleine spulletjes, hè? Wat dacht je van pocketformaat? Tiny Power! Ik dacht dat de stranddag bedoeld was ter ontspanning. Kom op, meiden. We zijn er bijna. Buikspieren aanspannen en doorademen. Zij is niet moeten krijgen. Of wel soms. Kunnen jullie de hondvoerder zien? Jonge Steve? Daar! Als we groot zijn, dan redden we Nick. Als we dat doen, worden we betrapt voordat jij kunt zeggen escargot big. Dan doen we het gewoon in onze eigen pocket style. Tiny Power! Klaar voor de start? 3, 2, 1, strandrace! Ik heb geen idee. Oh, net over de heuvel. Go Big! Mini-mensen? Hey, hierboven! Wow, dit lijkt precies op de keer dat prinses Anastasia... bedoel je dat stukje dat die grote enge draak de boeren ging opeten? Ja, maar toen... Johnny! Het is net als in het boek. Ik kan dit. Lieve, schattig, angstaanjagend, brave hondje. Ik zal altijd aan je blijven denken, Johnny. Johnny? Wat een brave meid. Wow, zoet van binnen. Net als prinses Anastasia. Mooi hondengefluister, maar denken jullie aan mij? Laten we onze onhandige prins gaan redden. Onhandig? Eerder, hoe zeg je dat? Hoppatee! In het boek ging dat echt veel eenvoudiger. Wat als? Je bent geniaal! Hier dan! Hard aan de buitenkant. Prinses Anastasia lijkt nu ineens niet meer zo belachelijk als eerst, of wel soms? Nou, ik vind het nog steeds... Jij wilde toch gered worden? Bedankt. Misschien was ik... Oh, zeg later maar, sorry. Nou, hou je vast. Waaraan? Ananas prinsessenpower!
Met iets meer tijd was ik er zelf ook al vanaf gekomen. Nou, oké, prins Bokkenpruik. Wat moeten we nu doen? We moeten maken dat we wegkomen voordat... Ze is terug! Oeh, nieuwe speeltjes! Doe als een Bob en Freeze! Stomme prins! Wie heeft jou van de toren gehaald? Waar komen jullie vandaan? Misschien kan een van jullie wel met de prins trouwen. Misschien geloof ik wel helemaal niet in een sprookjeshuwelijk met een prins. Laila, hou je mond! Met Bobjes praten! Mama! Mama! Kom snel! Ik kom eraan, Cordelia! Wegwezen! Herres! Mijn kleine Bobjes leven! Laten we dansen, kleine reus! We moeten ontsnappen! We moeten... Polly! Fluiten gaat ons niet helpen. Geloof me, ik ben een genie. Ooit op een harige draak gereden? Wat gedaan! En scherp als altijd. Dat is toch ananas prinsessenpower. Nou, ik moet toegeven dat... De poppetjes praten, mama. Ik zag het. Natuurlijk, lieverd. Mijn poppen praten vroeger ook altijd tegen mij. Antoinette, kom hier, poekie, poekie, poekie. Oh, daar zijn jullie. Waar hebben jullie gezeten? Shani heeft een draak getemd. Laila beklom een toren. Polly ontsnapte aan een reus, net als bij prinses Ananassia. Ik dacht dat prinses Ananassia heel onrealistisch was. Zoet, hard en scherp, onmogelijk. Oké, goed. Ze is heel erg cool. En haar vriendinnen ook. Magische wapens en draken en reuzen. Dat zei ik alleen maar omdat ik niet in een toren wilde wachten. Ik wil ook een van de helden zijn. Dat kan ik je niet kwalijk nemen. Je kunt ook best een held zijn. Met een klein beetje verbeelding. Mag ik je boek misschien lenen? Ga je gang, Nicholas. Om de gemene maledijde aardbei te verslaan. Dat ben ik. Was er maar één iemand die dapper en sterk genoeg was om die taak te volbrengen. De ananasprins en zijn twee stoere ridders. Hard van buiten, zoet van binnen en scherp bovenop. Ja. Polly, je bent dit bijna vergeten. Hoeft niet, ik heb mijn mini rijstandenborstel. Oh, fijn. En heb je je pyjama ingepakt? Ja, ik heb alles, mam. Maar je hebt maar één koffer. Daar past toch nooit alles in wat je nodig hebt? Ik heb niet veel nodig, want vanavond gaan we alleen maar oefenen voor ons optreden bij het tweewekelijkse ontbijtbuffet in het bejaardentehuis. Oh, en je nachtlampje dan? Mam, ik ben al 11 jaar, hoor. Ik heb geen nachtlampje nodig. Oké. Heb je je instrument dan wel? Natuurlijk heb ik mijn instrument. Kom op, mam. Ik ben geen klein meisje meer. Je hebt gelijk, lieverd. Ik zie je nog steeds een beetje als mijn lieve kleine meisje. En ik wil even checken dat je niets vergeet. Moet je nou zien. Je hebt al je spullen helemaal alleen in één tas ingepakt. Oh, wat word je toch snel groot. Lieverd! Oh, lieverd. De Pestomatic 3000, het meest geavanceerde beveiligingssysteem en pestomachine ter wereld, is eindelijk helemaal af. Ja, lieverd, ik weet het. De hele buurt is op de hoogte, omdat je er de hele week over opschept. Ik ben gewoon zo blij dat we die gemene wasbeer vanavond eindelijk zullen vangen. Let maar eens op. Drones, lasers, lichten en nog veel meer. Dit ding kan alles vangen. Inclusief ons. Oké, dan. Ik moet er vandoor. Oeh, ik zal je missen vanavond. Oké, veel plezier. En als er iets is, dan... Mam, ik ben geen kind meer, weet je nog? Juist. Mijn kleine meid is inderdaad groot geworden. Doei. Sorry dat ik zo laat ben. Ik zat vast in papa's high-tech beveiligingssysteem.
volgens mij ziet hij dat zelf ook. Oh, hey meiden. Alles is cool. Het is goed. Prima, net. Nu dat we helemaal compleet zijn, kunnen we gaan oefenen voor de grote show. Ik heb mijn vaas. Ik heb mijn wasbord. En ik heb mijn lepels hier in mijn koffer. Nee, nee, dat kan niet. Nee. Gobik kostuums. Gobik bank. Gobik pruiken. Gobik make-up. Gobik grootsteen. Oh nee, dit is mijn grootste nachtmerrie. Polly, ik heb echt lepels genoeg in de keuken. Nee, dat kan niet, Shani. Ik heb die lepels van oma gekregen. Ze wordt verdrietig als ze me niet met die lepels ziet. En ik heb ze nu nodig om mijn grote lepelsolo mee te oefenen. Zullen we gewoon je moeder bellen? Nee. Jullie begrijpen het niet. Dit is de eerste keer dat ik zelf mijn spullen heb gepakt. Als zij erachter komt dat ik mijn lepels ben vergeten, dan denkt ze dat ik nog een klein kind ben. We moeten inbreken in mijn kamer. Maar hoe wil je dat doen met dat nieuwe beveiligingssysteem? Oh ja, de pesto pasta 8 miljoen. Krimpen jullie ook wat ik krimp? Bukken! Polly, wacht! Die triple lasers zijn echt onmogelijk. Kom op, Shani. Ik heb zoveel spannende films gezien dat ik weet dat het pas leuk wordt als het onmogelijk is. Het betekent gewoon dat we ons geheime wapen mogen pakken. Een onzichtbare auto? Een laserhorloge? Cool, maar nee. Het geheime wapen is altijd een dramatische slogan. Zoals, jullie hebben de verkeerde meiden voor je neus. Oeh, of ik zie een laseralarm. Of ik heb echt de beste slogan ever. Laten we opschieten en mijn lepels gaan halen. Meh, klinkt niet echt pakkend. Mijn lepels moeten hier liggen. Als we langzaam duwen... Je vader heeft een geüpdate versie met contactsensoren voor alle ramen. Afbreken! Wasbeer! Oh, vals alarm. En dat is 1 punt voor de wasbeer. Ben je nou tegen mij? Nee, ik ben voor de wasbeer. Die heeft gewoon honger. Schat, je bent nu al wekenlang tot heel laat wakker om die wasbeer te vangen. Hier, misschien moet jij ook gewoon eten. Een lekkere boterham met chocoladepasta. Iemand is maar voor geweest. De wasbeer! Wat? Hoe? Waar is hij nou heen? Om de wasbeer te vangen moet je denken als een wasbeer. Pap heeft echt iets gehad aan die toneellessen, zie je dat? Ik ben onder de indruk. En ik schaam me. We volgen de wasbeer als hij naar binnen gaat. Kom mee. Hey, ik ken die wasbeer. Ik leg elke nacht nootjes voor haar neer. En op dinsdag een beetje lasagne. Met extra mozzarella. Oh, zo lekker. Wat? Soms heb ik 's avonds laat nog wel trek. De beste graslasagne die ik ooit heb gehad. Lievert, wil je heel even ophouden met je wasberenimitatie en het alarm afzetten? Ja, sorry schat. Ik zat even helemaal in mijn rol. Ze zit op het dak. Kom mee. Schoorsteen naar binnen! Ze zal niet ver meer komen. De Pesto Merk 3000 is nu uitgerust met een echte kerstman-onderbreker. Op het moment dat die wasbeer in de open haard terechtkomt, is het game over. Wel goede ninja-moves voor een knaagdier. Ik ben benieuwd wat haar slogan is. Waarschijnlijk zeg maar doei doei tegen mijn dikke staart. Minder kletsen en meer vangen graag. Kom mee! Oh, arme pap. Hij is helemaal uitgeput door die hele wasberentoestand. Misschien moeten we de wasbeer voor hem vangen, zodat hij weer gewoon kan doen. Maar wat doen we met je lepels? Eerst vangen we de wasbeer voor papa en op de terugweg doen we de lepels. Kijk!
wasbeer. Wow, dat scheelde weinig. Dit is onze kans om de wasbeer te vangen, zodat papa weer kan slapen. We zullen die eindjes eens even aan elkaar knopen op culinair verantwoorde wijze. Ja, deze bandiet koos de verkeerde pocket. Uitstekende slogan. Super vet. Ha, op heterdaad getrapt. Je vader wordt gek als hij wakker wordt en ziet dat de wasbeer eindelijk is gevangen. En haar waanzinnig schattige baby's. Huh? Ik moet wat koffie drinken om wakker te blijven. Oh, volgens mijn berekeningen zijn de nootjes die je klaarlegde niet genoeg eten voor haar en haar familie samen. Staan echt al die dingen in jouw rekenmachine? Haha, de wonderen der wiskunde. Papalarm! Hij mag hun moeder niet van ze afpakken. Tiny Power Mama Wasbeer! Go Big Meiden! Wasbeer? Waar? Wat? Hoezo wasberen? Wij zijn het. Polly, Shawnee, Lila. Alweer vals alarm. Wat doen jullie hier? Ik heb helemaal geen gedag gezegd toen ik wegging. Maar je hebt wel gedag gezegd. Oh, nou, dan ik... Je bent iets vergeten, of niet soms? Ja, dat klopt. Ik ben mijn lepels vergeten. Mama had gelijk. Ik denk dat ik gewoon nog een kind ben dat dingen vergeet. Je hebt er moed voor nodig en volwassenheid om zoiets toe te geven. En je moeder weet dat jij al groot bent. Is dat zo? Zeker weten. En zelfs grote kinderen hebben soms wat hulp nodig. En daarom heeft je moeder je lepels bij Shawnee op de stoep gelegd. Ik heb geen idee hoe je ze hebt kunnen missen. Wat heb je in je zak zitten? Mijn geluks, springhaan. Je geluks wat? Ik moet gaan oefenen. Bedankt, pap. Polly Popje, ik denk dat deze uit je tas zijn gevallen. Hou van je mam. En wat doen we nu met de bandiet? Als we haar laten gaan, worden we weer slachtoffer van je vaders wasberen-toneelstukjes. Go Big Mama Wasbeer! Je bent een goede moeder. Net als mijn moeder. En jij zal alles doen om voor je kinderen te zorgen. Maar het is niet oké om in te breken en van anderen te stelen. En vooral niet als je mijn vader de hele nacht wakker houdt. Maar ik wil dat je genoeg eten hebt voor je kleintjes. Dus van nu af aan, maar alleen als je belooft om niet meer van ons te stelen, zal ik elke avond nootjes neerleggen en op donderdagen lasagne en boterhammen met chocopasta in het weekend. Deal? Laten we dat even op papier vastleggen. Pootje hier graag. Weet je, toen ik je oma vroeg om ons de hits uit de jaren 80 te leren, bedoelde ik niet 1880. Maar het is zo bijzonder om iets te spelen dat niemand op het schoolplein speelt. Snackjespauze!